Deze stenen die voor mij liggen, hoort bij de groep zeolieten. De groep zeolieten is erg breed en de meeste mensen kennen wel een aantal soorten ervan. Apofliet is heel erg bekend, de fluoriet is heel erg bekend. Maar dat de zeolieten nog veel meer soorten hebben en dat je er heel veel aan hebt als persoon zijnde, dat weten de meeste mensen niet. In deze behandel ik deze groep als zeolieten apart. De zeolieten zijn stenen die je heel erg goed kan zetten in de ruimte. Het zijn stenen die jou helpen, maar vooral ook jouw gezin helpen. Iedere steensoort heeft zo zijn specifieke eigenschap. Maar omdat de groep zeolieten vaak heel erg complex is, heel veel soorten door elkaar groeien, heb je een combinatie van alles bij elkaar. Deze steensoorten helpen jou om beter te leren praten, vooral naar anderen toe, in je gezin dus. Ze zorgen er ook voor dat je beter kan luisteren naar elkaar. Dat je niet zo geïrriteerd bent van elkaar. Dat je je eigen hart weer durft te openen. Deze groep stenen zorgt ervoor dus dat wij weer een beetje verbonden worden met elkaar. Weer durven te luisteren naar elkaar, maar ook durven te zijn voor elkaar. Het zijn dan ook duidelijk familiestenen die thuis horen in de woonkamer, de ruimte waar wij heel vaak zijn. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor soort combinatie je hebt, want iedere soort gaat specifiek ergens naartoe. Maar door het geheel merk je dat er een samenhang is van alles bij elkaar. Communicatie, letten op elkaar, leren luisteren naar elkaar, leren je hart te openen, lief zijn voor elkaar, zacht zijn voor elkaar en durven als gezin zijnde weer tot elkaar te komen, je hart te openen en oplossingen te zoeken in moeilijke situaties. Kortom, deze groep die vaak vergeten wordt, is een hele belangrijke groep voor iedereen die een gezin heeft, die zit met moeilijk opvoedbare kinderen, die zit met veel problemen met communicatie. Dus ideaal voor in de woonruimte te zetten.